Welkom bij een nieuwe aflevering van Vitesse TV. Vitesse speelde afgelopen weekend niet vanwege interlandvoetbal. We hebben daarom een compilatie gemaakt van de mooiste doelpunten. Jan-Arie van der Heijden voorspelt in mijn voorspelling voor ons hoe de 9 wedstrijden in de Eredivisie zullen eindigen. We hebben enkele leuke feiten en cijfers voor je over de wedstrijd van komende zaterdag tegen Willem II. We zijn op bezoek gegaan bij Frank van der Struik, die tegenwoordig weer voor de Tricolore speelt. En we zien dat als Vitesse van Willem II wint, dat vaak gebeurt in wedstrijden waar erg veel wordt gescoord. Maar we beginnen met het laatste Vitesse nieuws. De afgelopen weken zag je al diverse spelers hun naam op de heldenmand zetten omdat ze hun debuut hebben gemaakt voor Vitesse. Vorige week was het de beurt aan de laatste 4 debutanten. Namelijk Marvelous Nakamba, Wallace, Arnold Kruiswijk en George McEachran. Ja, mooi. Het is leuk om je naam erop te mogen plakken. It's good. It's good to be up here. This is the first time I've ever done anything like this. So it's good. It's good to be amongst some big names. Ik denk dat jongens enthousiast maakt. Ook naar het verleden toe. Het is wel leuk om te zien wie een beetje de bepalende of grote spelers bij Vitesse zijn geweest. En ja, je ziet op de wand ook mooie namen voorbij komen en die de meeste mensen die Vitesse kennen ook goed kennen. Ja, mooi. Het was mij niet bekend. Ik heb het ook nog niet eerder gehoord, ook nergens anders gezien. Dus wat dat betreft is het wel uniek, denk ik. En dat is mooi om te zien. Vitesse begon moeizaam aan het huidige voetbalseizoen. De Arnhemmers speelden goed, maar de goals bleven uit. Wallace. Daar komt Labiat en Vermeer met een geweldige redding. In het voetbal gaat het om winnen. Winnen doe je door kansen te creëren die je binnen moet schieten. Nou, die kansen creëren we schieten ze te weinig binnen. Maar tegen Excelsior kwam de omkeer. Sprint mee en die is sneller dan zijn directe tegenstander en dat levert een doelpunt op ook. 1-0 voor Vitesse. Goeie bal en de kopkans op de trouw daar gekopt en alsnog, ja. Daar is het schot en daar is de vierde. Ik denk dat die andere wedstrijden spelen ook goed voetbal en de doelpunten gaan er niet. Ik ben blij. Je ziet dat we gewoon een heel erg sterke selectie hebben en dat we iedereen er nodig hebben. Kazajsvili en wat een lekkere uithaal. En weer is daar Leerdam. De kans voor Leerdam. Leerdam raakt! 99 van de 100 teams die voetballen door. En Vitesse krijgt de bal terug en speelt hem uit. Ik vond er echt respect voor. Ik heb net de cursus gedaan, maar ik heb ervan geleerd. Maar daar is de 1-5 al meteen. Ja! Olinik, en het is 3-0 voor Vitesse. Een groot compliment aan de jongens, de manier waarop we de boel hebben vast weten te zetten en gevoetbald hebben. Ik kan even verklaren dat het in het begin dan die ballen er niet in gaan en dan tegen Dordrecht vandaag wel. Ongeluk. I think we will win.
Twee weken geleden vulde Bertrand Traoré de toto voor ons in mijn voorspelling. Traoré voorspelde 4 van de 9 wedstrijden goed en daarmee heeft hij evenveel punten behaald als Rusty Aschente. Marco Vinovic is nog steeds de koploper. Deze week in mijn voorspelling... Jan-Ari van der Heijden, we gaan met jou de voorspellingen doen in mijn voorspelling. We beginnen met de eerste wedstrijd, PSV AZ. Dan ga ik voor PSV. Willem 2, Vitesse. Ga ik uiteraard voor Vitesse. Ik denk dat Willem 2 goed is begonnen aan het seizoen, maar... ik denk met onze kwaliteiten dat we gewoon de baas daar moeten zijn en daar gewoon moeten winnen. Goed. Feyenoord, Heracles. Dat wordt Feyenoord thuis in de Kuip. Dan een mooi affiche, FC Twente, Ajax. Twente is nog ongeslagen en Ajax heeft natuurlijk gewoon een goede ploeg. Dus ja, ik ga voor een gelijkspel. Dan NAC Breda, ADO Den Haag. Die twee ploegen hebben het natuurlijk wat lastiger. Ik ga ook voor een gelijkspel. Dan het derby van het noorden, Heerenveen, Cambuur. Cambuur doet het goed. Heerenveen thuis, dan ga ik voor Heerenveen. Nog een derby, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle. Ja, dan ga ik voor een gelijkspel. Dan het kunstgras van Dordrecht tegen Utrecht. Ook dat wordt een gelijkspel. En tot slot FC Groningen Excelsior. Ja, Groningen thuis, dat gaan ze winnen. Nou, alles is ingevuld. Is er nog iets waarvan je denkt dat moet anders? Het zijn voorspellingen, dus we zullen het moeten afwachten. Maar ik denk dat het wel aardig klopt. Vitesse pakt na een weekend interlandvoetbal de draad weer op en gaat zaterdag dus richting Tilburg. Daar wacht ze een duel met Willem II. 24 keer stonden Willem II en Vitesse tegenover elkaar in de Eredivisie in Tilburg. De Arnhemmers wonnen daarvan 10 keer. 8 keer speelden beide ploegen gelijk en 6 keer was Willem II de sterkste. 2 jaar lang speelde Vitesse naar Jan-Ari van der Heijden voor Willem II. En werd in de seizoenen 2009-2010 en 2010-2011 door Ajax uitgeleend aan de Tilburgers. Het jaar daarop tekende Van der Heijden contract bij Vitesse. Hij heeft een goede jaren gehad. Hele leerzame jaren. Speelde vooral onderin de Eredivisie. Hele moeilijke wedstrijden. Ik heb daar veel geleerd en ik ben die club ook dankbaar dat ik daar aan verhuurd kon zijn. 1 jaar had Willem II nodig om terug te keren in de Eredivisie nadat ze in 2013 degradeerde. Dat werd gedaan onder leiding van trainer Jurgen Streppel, die in de zomer van 2011 coach werd van Willem II. Streppel werd toen de tijd aangetrokken door Mark van Hintem, die in die periode technisch directeur was van de Tilburgers. Ja, ik heb me inderdaad aangesteld als trainer toen bij Willem II. Op basis van het feit dat ik een half jaar stage had gelopen bij Helmelsport, waar hij toen trainer was. En toen heb ik hem natuurlijk goed leren kennen, zijn werkwijze leren kennen. En toen besloten dat hij de taak kreeg om Willem II weer te laten promoveren. 3 plaatsen staat Willem II boven Vitesse op de ranglijst. Willem II is 8e en Vitesse 11e. In de jacht om de Tilburgers te passeren kan Peter Bos zaterdag waarschijnlijk weer een beroep doen op Zakaria Labiat, Goerum Kasia en Davy Prupper. Het drietal was de laatste weken geblesseerd. Het is even wennen. Frank van der Struik die zijn thuiswedstrijden niet meer in Gelderdoom speelt, maar in het Koning Willem II stadion. De sympathieke Brabander ruilde Vitesse afgelopen zomer na 6 jaar in voor Willem II. En daarmee keerde de verdediger terug op het oude Tilburgse nest. En die overstap voelt goed. Vertrouwd. Je hebt hier natuurlijk heel je jeugdopleiding heb je doorlopen. En heb je debuut mogen maken in de profvoetbal. En dat is vertrouwd. En dat was eigenlijk ook meteen toen ik terug was, had ik dat gevoel ook. Dus, voor mij is het eigenlijk niks nieuws. Nadat Van der Struik in 2008 5 jaar voor Willem II had gespeeld, was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Hij koos voor een avontuur bij Vitesse. Uiteindelijk maak je een stap, dagje naar voren. En in het begin ging het allemaal heel erg moeizaam. En dan denk ik ook wel eens van, we hebben elkaar aan begonnen.
Alleen ja, dan word je wat ouder en ja, dan ga je wat dingen van je afzetten. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En ja, dan zit Vitesse uiteindelijk daar ook nog in mijn hart. En dus zeker, ik ben zo heel tijd blijven volgen. En ja, ik ben heel erg blij dat ik weer tegen mag voetballen. Ik weet ook al wanneer de volgende is tegen Vitesse. Dus heb ik meteen opgezocht. En ja, dat is een leuke wedstrijd. En ja, dat doet wel wat met je. Zulke wedstrijden zijn altijd apart. Ik heb toch een heel goede, uiteindelijk toch een heel goede band met Vitesse opgebouwd. En zeker, nou, zo'n mooi afscheid, althans, een mooi afscheid voor mij was het wel een mooi afscheid. En ja, dat heeft me goed gedaan en daarom ben ik ook heel erg blij dat ik tegen ze mag voetballen weer. Wie de tegenstander van der Struik ook zal zijn aankomend weekend, de rechtsback kent de meeste Vitesse spelers natuurlijk goed. Volgens mij zijn ze nu bijna allemaal fit weer volgens mij, dus dat genereert heel veel keuzes. Ja, dat is dus afwachten alleen, ja. Zijn Olinik doet het goed de laatste tijd. Ja, daarom. Dus ik denk dat het een hele lastige keuze wordt voor de trainer. Kijk, de laatste wedstrijd hebben ze dan dicht gewonnen. En, dus het is ook lastig om dat misschien te gaan wisselen. Ja, dat is allemaal vraagtekens en ja, we zullen het wel zien. Heb je een voorkeur? Nee, maakt mij niet zoveel uit. Nee. Willem II presteert dit seizoen erg goed. De Tilburgers staan 8e in de Eredivisie. Van der Struik staat de laatste 4 duels in de basis. En in die reeks wedstrijden pakte Willem II maar liefst 9 punten. Van der Struik doet het dus goed. Zijn eerste basisplaats was tegen Feyenoord in de Kuip. Willem II won met 2-1, mede door een weergaloos doelpunt van de verdediger. Ja, Feyenoord was, ja, dat was mag je in de basis starten. En als je dan meteen eerste kans als je gelijk binnenschiet, dan dat is wel lekker. Ja. Ja, en dat was niet zomaar een goal. Dat doe je nooit meer, denk ik, zoiets. Nou ja, ik kom wel veel op, dat wel. Alleen ja, deze keer kwam hij precies voor mijn voeten. En, alles klopt. Ja, alles klopte en ja, dat pakte goed uit. En, ja. Dan ben je ook zo'n wedstrijd en dan, ja, dan ben je heel erg blij. Zoals gezegd pakte Willem II uit de laatste 4 wedstrijden 9 punten. En zaterdagavond om 8:30, als de wedstrijd tussen Willem II en Vitesse is afgelopen, zijn dat 9 punten uit 5 wedstrijden. Ja, 4 lopen natuurlijk wel. Maar wij niet. Wij gaan gewoon voor de winst, we willen gewoon winnen. En ook van Vitesse. En, ja, nu is het eigenlijk een beetje onze concurrent als je op de ranglijst kijkt. Ja. Nou ja, kijk. het wordt een wedstrijd. Voor mijn kant een heel mooie wedstrijd worden. We willen graag voetballen, allebei de teams. Dus ja, dat kan een heel erg mooie wedstrijd worden. Met hopelijk een mooie eindresultaat voor ons. Als Vitesse wint in Tilburg, vallen in die wedstrijd vaak veel doelpunten. We hebben een overzichtje gemaakt van de laatste 6 zegens op Willem II in Tilburg. In het seizoen 1998-1999 won Vitesse met 5-3 na met 2-0 te hebben achtergestaan. Maglas zorgde pas in de tweede helft voor de aansluitingstreffer. En daar is de goal van Vitesse. Martijn Reuser zette Vitesse een kwartier voortijd op 3-3. En het is 3-3. Reuser. Madou Zongo gaf Willem II in de blessuretijd de genadeklap. 3-5. Wat een talent. En wat een gekke wedstrijd. Een seizoen later won Vitesse met 0-4. Ook nu vielen alle Arnhemse treffers in de tweede helft. Kreek opende de score en via Van der Brom en 2 keer Louis Laros liepen de Arnhemmers uit naar een grote zege. En dan gaat Laros. Hij dan met de 0-4. Hij met de 0-4. In het seizoen 2002-2003 was de Arnhemse ploeg met 3-1 te sterk. Levchenko, Zeeman en Amoa maakten de Arnhemse treffers. Op Amoa, dit is geen buitenspel, dit is 3-1 en het is over en uit wat betreft Willem II. 7 doelpunten vielen er in het seizoen 2005-2006. Matthew Amoa was de grote man met 3 doelpunten. Hij valt, het is niet te geloven. Het is Matthew Amoa met de 1-0. Amoa Hersi, Amoa, Amoa mag zomaar schieten. Arnhemmer Theo Jansen maakt het overige Arnhemse doelpunt. Nou, Jansen dan voor de 3-1. Wat een wedstrijd is dit aan het worden. In het seizoen 2008-2009 won Vitesse met 0-2. De doelpunten van de spitsen Mats Junker en Ricky van Wolfswinkel. De combinatie met Stefanovic, de voorzet. En daar is de 0-2 van Ricky van Wolfswinkel. Ook 2 seizoenen geleden, toen Vitesse en Willem II voor het laatst tegenover elkaar stonden, won Vitesse met 0-2. Jonathan Reijs bezorgde de ploeg van Fred Rutte de overwinning met 2 mooie treffers. En daar is Reijs schitterend afgemaakt. Krijgt hij de bal goed voor de voet. Reijs, sterk. Zet het lichaam er goed tussen. Reijs maakt het af. 0-2. Aanstaande zaterdag dan trappen Willem II en Vitesse om 6:30 af in het Koning Willem II stadion.
Dit was Vitesse TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.